Hallo allemaal, hier ben ik weer, Dileila Theunisz. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Tegenwoordig kun je me ook bedankjes sturen. Onderaan deze video zie je in de balk bedankt staan. En als je daarop klikt kun je mij een bedankje sturen. Hartelijk dank daarvoor. Lukt het nou niet via YouTube, dan kun je in de beschrijving of in de reacties een link vinden om het op een andere manier te doen. Ik dank jullie enorm voor alle prachtige lieve cadeautjes. En ik hou enorm van jullie. Ik doe dit voor jullie en ook voor mij. Want het brengt ons naar een hoger bewustzijn en het is nodig. Nou, lieve mensen, we gaan verder met redevoering 20. Prachtig boek is het ook. Saint Germain, 8 december 1932. Aanroeping. Machtige, onoverwinnelijke ik ben tegenwoordigheid. Spreek zelf tot het hart van de mensenkinderen. Vul hun hart en denkvermogen, zodat deze overstroomd worden met de pracht van uw tegenwoordigheid en met de bewuste kracht om naar u te kijken en u te kennen, als de ene, de machtige, eeuwigdurende bron van alles, door wie het bewustzijn van de mensheid in stand wordt gehouden. Zorg dat ze hun grote eigendomsrecht kennen, dat ze weten dat u alleen de bezitter en de schenker bent van alles en dat ze aldus onbaatzuchtig moeten zijn tegenover anderen. Wij danken u. Ik groet u vanwege de grote meesters, die steeds hun stralende tegenwoordigheid laten stromen in uw leven. Velen die deze verwezenlijking hebben gadegeslagen, zien met grote vreugde dat de studenten waarlijk de machtige ik ben tegenwoordigheid binnentreden en dat de verstorende zaken opgelost en één voor één verdwenen zijn, alsof ze nooit bestaan hebben. Beminde studenten, kunt u beseffen hoe groot onze vreugde is? Wij hebben de weg bewandeld naar de grote vrijheid van het meesterschap over alle beperkingen. Wij zijn blij u te zien binnentreden in deze tegenwoordigheid die, indien ze wordt gehandhaafd, u vast en zeker zal leiden tot dezezelfde vrijheid. Enkel wanneer het ego voldoende gehoorzaamt en alle macht schenkt aan de grote innerlijke tegenwoordigheid, vindt iemand vrede en rust in deze machtige erkenning. In deze vrede en rust stroomt een machtige rivier van energie, zoals een bergrivier door een vruchtbare vallei, omzoomd met bloemen en volmaakte plantengroei. Deze vrede, die het begrip overstijgt, brengt u steeds meer in vervoering, totdat u ontdekt dat de eeuwige rivier van energie in en doorheen uw wezen stroomt, terwijl ze haar zegening en haar overvloed in uw leven uitstort. Zult u haar tegenwoordigheid overal ervaren. Het is waar dat de intelligentie het kanaal is waarlangs u moet ontvangen. Maar als u zeer oprecht de waarheid van de ik ben tegenwoordigheid voelt, zult u ondervinden dat de stilte steeds groter wordt, totdat u op een dag zult zien dat de deur van uw schepping wijd open zal staan en u met open armen uw vrijheid zult betreden, terwijl u de geur van de zuivere atmosfeer van de etherische wereld inademt. Dan zult u in staat zijn de kneedbare substantie van alles wat u verlangt en waarop u uw aandacht richt in volmaaktheid vorm te geven. U maakt zo'n fantastische vooruitgang. Laat u niet tegenhouden of in verwarring brengen door de angst van anderen of door plaatsen, omstandigheden of zaken. want de tegenwoordigheid van het licht is er voor u en zij wenkt u om u innig te omhelzen, zodat u haar onbegrensde rijkdom, die zij op elk gebied voor u gereed houdt, kunt ontvangen. Ik ga u nu misschien iets verbazends zeggen, maar ik verzeker u dat het echt waar is. Gisteravond werd de vraag gesteld: waren wij allemaal al eerder samen? Hierop wens ik te zeggen dat het voor u niet mogelijk zou geweest zijn om betrokken te worden bij deze versterkte werking van de grote innerlijke wet, indien u niet tevoren harmonisch vereniging en vorming had gekregen. Aanvankelijk was het voor u misschien moeilijk te begrijpen dat u een intensieve opleiding krijgt, die vroeger enkel gegeven werd na 3 jaar proeftijd in het retraitehuis. Sommigen onder u hebben schatten aan energie opgeslagen. Hiermee bedoel ik energie die gecreëerd werd door uw bewuste activiteit via uw ik-ben-tegenwoordigheid. Anderen vergaden schatten aan licht, nog anderen bezitten schatten aan liefde. Weer anderen bezitten goud en juwelen, die ze meebrachten om in deze incarnatie te gebruiken. Verscheidenen onder u staan op het punt om de vergaarde schatten voor het eerst in zichtbare vorm te brengen voor eigen gebruik. Denk niet dat ik ben beginnen te fantaseren en dagdromen, want het is in uw voordeel en voor uw zegening dat ik dit onder uw aandacht breng. Ik wens dat ieder van u zich gedurende de dag minstens 5 minuten naar binnen zou keren en zijn ik-ben-tegenwoordigheid zou toespreken. U zou kunnen zeggen: grote meesterlijke tegenwoordigheid die ik ben. Nou, laten we het eens even doen. Dus ga naar binnen en spreek je ik-ben-tegenwoordigheid toe. Sluit gewoon even lekker de ogen. En dan zou je kunnen zeggen tegen jezelf: grote meesterlijke tegenwoordigheid die ik ben. Dus grote meesterlijke tegenwoordigheid die ik ben. Ik bemin u en ik aanbid u. Ik geef u opnieuw de volheid van alle scheppingskracht, alle liefde en alle wijsheid. Aan de kracht die u bent, geef ik de volledige macht om de vervulling van al mijn wensen zichtbaar en tastbaar te maken voor eigen gebruik. Dus geef ik de volledige macht om de vervulling van al mijn wensen zichtbaar en tastbaar te maken voor eigen gebruik. Ik beschouw geen enkele kracht meer als de mijne, want nu aanroep ik u, de enige en alles overwinnende tegenwoordigheid in mijn gezin, leven, omgeving en ervaring. Ik erken uw hoogste gezag en uw leiding in alles. Wanneer mijn bewustzijn gericht is op een bepaald doel, dan neemt uw onoverwinnelijke tegenwoordigheid en intelligentie de leiding. Zij zorgt snel, zelfs met de snelheid van een gedachte, voor de vervulling ervan. Ik weet dat u heerst over tijd, plaats en ruimte. Daarom hebt u enkel het nu, alleen dit ogenblik, nodig om al uw volmaaktheid zichtbaar te manifesteren. Ik aanvaard dit ten volle, nu en altijd. Ik zal mijn geest niet toestaan hieraan te twijfelen. Want ik weet tenslotte dat we één zijn. Beminde studenten, alles wat u wenst en nodig hebt, mag u hieraan toevoegen of tussenvoegen. Ik verzeker u, indien u dit in uw dagelijks leven kunt integreren, en ik zal proberen u hiermee te helpen, zult u ervaren dat de sluizen van de goddelijke overvloed zich voor u openen. Ik denk dat ik u hierbij meer uitleg moet geven. Het belangrijkste en het meest wenselijke dat iemand kan doen, is zich de ene blijvende noodzaak goed inprenten. Namelijk dat u dit moet blijven vasthouden, totdat u zo diep en standvastig in deze machtige ik ben tegenwoordigheid doordringt. Dat alle liefde, licht, goeds en rijkdom in uw leven en ervaring stroomt. Aangedreven door een innerlijke, voortstuwende kracht. Zodat niemand op geen enkele ogenblik kan interfereren. Dit is het onderwerp van ware training. Vroeger werden studenten naar de retraitehuizen gebracht, wanneer zij hiervoor klaar of voldoende gevorderd waren. Want, zoals ik al eerder zei, het is gemakkelijk genoeg om uw problemen op te lossen, zoals ze zich aandienen. Ik vraag u echter, welk nut heeft het voortdurend problemen op te lossen? Indien u nergens iets hebt dat u houvast biedt en dat u verheft boven het overwegen van eender welk probleem. Precies dat. Wat heeft het voor nut problemen op te lossen als het je nergens brengt? Het enige wat wenselijk is om te doen, is uw ik ben tegenwoordigheid vinden en u ermee verankeren. Totdat u dit punt van stevige verankering met uw grote ik ben tegenwoordigheid bereikt hebt, is het uiteraard noodzakelijk dat u uw problemen oplost, wanneer ze zich voordoen. Het is echter veel beter in deze machtige tegenwoordigheid energie en actie binnen te treden en haar de vrijheid te geven om te handelen. Want zij lost de problemen reeds op voor ze u bereiken. Is dit niet aannemelijker dan elke morgen bij het ontwaken geconfronteerd te worden met uw problemen, alsof ze iets zeer belangrijks zijn? Hetgeen tenslotte toch niet zo is. Ik ben er nochtans zeker van dat u het met mij eens bent. Dat u het gevoel hebt dat sommige problemen enorm zwaar wegen. Dankzij uw glorievolle gehoorzaamheid aan het goddelijke principe van geschapen wezen zult u, omgord met het schild van onoverwinnelijke bescherming, het pad volgen totdat de intensiteit van het ware licht dat u doordringt dit schild overbodig maakt. Is het bereiken van deze glorievolle vrijheid alle inspanningen niet waard? Dan zult u 's morgens bij het ontwaken niet langer geconfronteerd worden met deze ongenode gasten. Terwijl ik deze woorden sprak, hield ik ieder van u, zelfs zonder uw toestemming, in het zoetlicht van mijn verruimde blik, opdat u bij het horen van deze woorden hun innerlijke overtuiging zo sterk zou aanvoelen, dat het u ten zeerste verheugt. Wanneer kritische of verwarrende gedachten uw bewustzijn proberen binnen te sluipen, sla dan snel de deur dicht en beveel hen voor goed weg te gaan. Precies. Geef hen geen kans of tijd om een voet tussen de deur te steken. Herinner u steeds dat u de macht en de ondersteunende kracht van de machtige ik ben tegenwoordigheid bezit om dit te doen. Mocht u toch moeilijkheden ondervinden om de deur gesloten te houden, praat dan met uw ik ben tegenwoordigheid en zeg: kijk eens, ik heb hulp nodig. Zorg ervoor dat de deur naar deze verwarring gesloten is en voor altijd gesloten blijft. Dat zeg je tegen jezelf. Ik zou willen dat u in uw bewustzijn prent dat u kunt praten met uw ik ben. Je kan echt praten met jezelf. Met uw ik ben tegenwoordigheid, zoals u tegen mij zou praten in de overtuiging dat ik oneindige kracht heb. Ik zeg u, het is geen nutteloze opmerking wanneer ik zeg, u kunt ervoor zorgen dat deze machtige tegenwoordigheid iedere omstandigheid in uw leven oplost en u verheft in haar vrijheid en heerschappij over alles. Aangezien sommigen onder u zich reeds in de werking van de universele substantie hebben verheven, zou ik de aandacht van u allen willen vestigen op het feit dat de substantie van uw lichaam samen met deze schijnbaar onzichtbare substantie uiterst gevoelig reageert in uw bewuste denken en voelen, waardoor u deze substantie kunt kneden in elke vorm die u wenst. De substantie van uw lichaam kan door uw bewuste denken en voelen tot het meest verfijnde en prachtige lichaam gevormd worden. Ze geeft uw ogen, haren, tanden en huid een verblindende, stralende schoonheid. Dit zou voor de dames erg aanmoedigend moeten zijn. Ik ben er zeker van dat het ook voor de heren aanmoedigend is. Alleen geven ze dit niet graag toe. Beminde broeders en zusters, wanneer u in de spiegel kijkt, zeg dan tot hetgeen u daar ziet. Nou, dit zeg je tegen jezelf als je in de spiegel kijkt. Door de intelligentie en schoonheid die ik ben, beveel ik u een lichaam van volmaakte schoonheid aan te nemen. Ja, dus door de intelligentie en schoonheid die ik ben, beveel ik u een lichaam van volmaakte schoonheid aan te nemen. Want ik ben die schoonheid in elke cel, waaruit u bent samengesteld. Het is perfectie, het is prachtig. U zult mijn bevel opvolgen en in elk opzicht stralend mooi worden in gedachten en woorden, gevoelens en vorm. Ik ben het vuur in de schoonheid van uw ogen. En ik breng deze stralende energie over op alles waar ik naar kijk. Aldus kunt u ervoor zorgen dat de volmaaktheid zich veruitelijkt. Het zal u ten zeerste aanmoedigen te weten: ik ben altijd de heersende tegenwoordigheid. Aan diegenen die een symmetrischer lichaam verlangen, wens ik te zeggen: leg uw handen op de schouders. Ja, oké. Leg uw handen op de schouders. Kijk of we nog wel lezen. Oké, handen op de schouders. Leg uw handen op de schouders en laat ze over het lichaam naar beneden glijden, tot op de voeten. Terwijl u de volmaaktheid of de symmetrie voelt van het lichaam dat u wenst. Oké, dus dat visualiseer je. De energie of de eigenschap die u wenst te verwezenlijken, zal door uw handen gaan. Oké. Ja, ik vind mezelf al volmaakt. Maar goed, ik ga meedoen. Oké. Wanneer u dit met grote ernst probeert, zult u verstomd staan van de resultaten. En dat is echt, hè? Visualiseer je het ideale beeld van je lichaam. Ja? Visualiseer jezelf, hoe jij graag wilt dat je eruit ziet. Dit is werelds grootste hervormer. Ik verzeker u dat dit ervoor zorgt dat het lichaam vast, maar toch in elk opzicht soepel wordt, naar gelang een mooiere symmetrie en volmaaktheid bereikt wordt, omdat u de energie van de ik ben tegenwoordigheid doorheen de cellen zendt, waardoor deze uw bevel gehoorzamen. Wij zijn de kapitein op dit schip. Ja? Wij bepalen wat hier gebeurt in ons lichaam. Dat moeten we blijven herinneren dat wij kunnen zijn wie we willen zijn. En als jij jezelf slank wilt zien, dan zul je ook slank worden. Wil jij jezelf wat voller zien, dan zul je ook voller worden. Hè? Neem het ideaalbeeld in je gedachten zoals je wilt dat je eruit ziet. En je gaat ernaar handelen. Het gaat zo worden. Het kan belachelijk klinken, maar ik zeg u, het is een van de beste, zekerste en volmaakste manieren om een volmaakt lichaam te bekomen. Iedereen die dit toepast, zal het lichaam in de conditie brengen die hij verlangt. Ik wens dat de studenten ten volle beseffen dat ze meesters zijn van hun lichaam. Nee, en dat zonder operatie, hè? Hun denkvermogen en hun leefwereld en dat ze deze kunnen inprenten wat ze willen. Dat is eigenlijk een geestelijke operatie dit, hè? Dat is gewoon geestelijk bedenken zoals jij het wilt. Het zuivere en volmaakte leven van God stroomt op ieder ogenblik door u. Waarom zou u de oude vorm niet loslaten en een nieuwe aannemen? Ziet u niet hoe belangrijk het is het lichaam te vervolmaken? Precies, om er schoonheid van te maken. Dat noemen ze ook wel shapeshiften, hè? Maar het is gewoon, je kan zijn wie je wil zijn. En je kan je, trouwens, het is heel belangrijk om je lichaam perfectie, in volmaaktheid te zien. Hè? En niet in dat je er een hekel aan hebt voor wat er nu allemaal gedaan is. Dat mensen verward raken en een hekel krijgen aan wat ze zijn. Nee, je moet juist jezelf perfectie bedenken. Dat je perfect gemaakt bent. Je van jezelf gaat houden. En nog een mooiere jij van jezelf maken. Zonder al die operaties en verwardheid. En dat je dus niet meer weet wat, hoe, wat. Je moet weer dichter tot jezelf komen. En er zijn heel veel mensen bang van geworden. Durven niet meer naar zichzelf te kijken. Want dan zijn ze bang dat ze verkeerde dingen hebben gedaan. Of schuldgevoelens. Of weet ik het veel wat allemaal. Maar kijk nou eens diep naar je innerlijke zelf. Wie jij wil zijn. En hoe jij jezelf perfect ziet. Zonder al die shit. Ja. Die zie je tegenwoordig wijsmaken dat jij niet meer mooi genoeg bent met wie je bent. Ja? Dus je kan, als jij wilt dat je vollere lippen wilt hebben, ik zeg maar wat, ja, dan hoef je het alleen maar te visualiseren en het zal gebeuren. Of als jij slanker wilt zijn, of als jij voller wilt zijn, wat ik zeg, of donkere haren, of weet ik veel wat voor kleur haar. Het kan. Zelfs mijn ogen, toen ik zelf jong was, heb ik mijn ogen groener gemaakt. Terwijl ik had echt hele donkere bruine ogen. En nu zie je een groene gloed door mijn ogen. Dat is heel bijzonder. Maar dat is echt focus. En jouw wil is wet. En hetzelfde met mijn tanden. Ik heb nooit hoe zeg je dat? Een beugel gehad of dat soort dingen. Want dat wilde ik niet. Dus ik heb gevisualiseerd. En ik had dat mijn tanden gemasseerd en zo geduwd. Dat ze rechter werden. En het is gelukt. Je moet geloof hebben in de magie die we bezitten. Je denkt dat magie alleen maar in films bestaat of in sprookjesboeken. En dat is het. Het is helemaal uit je gehaald. Wat kan de innerlijke tegenwoordigheid doen met een lichaam dat voortdurend ziek of disharmonisch is? Nou, precies. Wanneer dit het geval is, wordt de aandacht zodanig op het lichaam gericht dat de ik ben tegenwoordigheid slechts een klein deel van de tijd aandacht kan krijgen. Het is zo gemakkelijk als u het maar wilt doen. Wanneer het lichaam op deze manier behandeld wordt met de energie van de ik ben tegenwoordigheid, dan wordt het stevig en volmaakt. De reden waarom ik hierover nu zo diepgaand en ernstig spreek, is dat ik bij bijna iedereen verandering en vooruitgang bemerk. Wanneer de aandacht hier extra bewust op gevestigd wordt, bereikt men veel sneller de volmaaktheid die men verlangt. Wanneer iemand een abnormale buik heeft en elke buik die niet strak is, is abnormaal. Zou hij de linkerhand moeten opheffen in deze houding met de palm naar boven. En met de rechterhand zou hij in een draaiende beweging van links naar rechts over de buik moeten gaan. Voel de sterk absorberende werking telkens wanneer de hand over de buik glijdt. Dat heb ik altijd al gedaan, hè? Nou ben ik nog steeds slank waarschijnlijk. Maar... linkerhand, ja. En met je rechterhand, dus de linkerhand moet opheffen. Deze houding met de palm naar boven. Met de rechterhand, dus met de palm naar boven. En met de linkerhand doe je dus een draaiende beweging van links naar rechts. Ja. En je voelt het echt. Als je dit de hele tijd doet. Nou, ik deed het vroeger heel veel. Nog 100 keer. Tegenwoordig nog steeds, maar ja, ik ben eigenlijk wel tevreden. Steeds wel wrijven. Een snelle energielading gaat doorheen de hand in de cellen. Een snelle energielading gaat doorheen de hand in de cellen. Door deze inkrimpen en herleidt ze tot een normale toestand. Dus doet deze inkrimpen en herleidt ze tot een normale toestand. Ik verzeker u dat dit onderricht geen nutteloze inbeelding is. Het is zelfs ontzettend belangrijk en het zal zonder twijfel het doel bereiken waarvoor het gebruikt wordt. Wanneer diep doorvoeld toegepast wordt. Uiteraard moet men zich ervan bewust zijn dat de energie die door de rechterhand stroomt de almachtige absorberende tegenwoordigheid is. Die de onnodige cellen verteert en die het lichaam in een volkomen normale toestand brengt. Deze energie zal niet enkel de abnormale omvang van de buik normaliseren, maar ze zal ook in het lichaam doordringen. Daar zal ze zorgen voor een diepgaande reinigingsproces van de ingewanden. Want wat een onschatbare weldaad is voor het lichaam. Diegenen bij wie deze organen traag werken, zullen bemerken dat ze nu op een normale manier werken. Dat is ook orgaanmassage, is zo goed voor je. Dus ook je buik goed masseren. Doet bijna niemand. Ik verzeker u dat het voor de dames niet nodig zal zijn dat ze een massagestoel gebruiken of turnoefeningen doen. Ik verzeker u tevens ook dat de dames niet de enige zijn die de massagestoelen gebruiken. Het is spijtig, zelfs bijna verbijsterend, dat mensen die deze machtige goddelijke tegenwoordigheid in zich dragen, zaken buiten hen en elke denkbare kracht geven om resultaten te bereiken in hen en aangaande hen. Eender welk genezend middel dat ze gebruiken, zij het lichaamsbeweging, medicijnen of iets anders, geeft enkel resultaat door de eigenschap en de kracht die zij deze middelen bewust toegeschreven hebben. De behandeling die ik net besprak werkt op alle cellen, zowel beendercellen als spier- of andere cellen. Hoe geneigd is het lager denkvermogen om de bekwaamheid van het innerlijke zelf om elk deel van het lichaam te behandelen in vraag te stellen. Indien het een bepaald soort cellen kan behandelen, dan kan het alle cellen behandelen. Laat het ego de volledige kracht van de innerlijke tegenwoordigheid aanvaarden en gebruik deze tegenwoordigheid alsmaar meer en in alles. Het lager denkvermogen heeft reeds lang de gewoonte geweldige kracht toe te schrijven aan medicijnen en allerhande genezende middelen. Maar ziet u niet dat deze middelen enkel uitwerking hebben op uw lichaam door de kracht en de machtiging die u hen geeft? Ik wil helemaal niet zeggen dat de mensen die zich niet bewust zijn van de ik ben tegenwoordigheid het gebruik van alle geneesmiddelen zouden moeten stoppen. Indien ze echter de vaste overtuiging zouden hebben dat geen enkel stoffelijk voorwerp enige kracht in hun leven heeft, behalve de kracht die zij het geven. Dan zouden ze zich stilaan verheffen boven de begrenzingen die ze voor zichzelf gecreëerd hebben. Laat mij hierin zeggen dat 90% van de kracht die aan stoffelijke zaken gegeven is, onbewust gegeven is. Zelfs de meeste studenten zijn zich hiervan niet bewust. Laten we terugkeren naar de grote goddelijke tegenwoordigheid. Daar komen we toch altijd weer op terug, hè? Dat genezingskracht, alles zit in je. Laten we terugkeren naar de grote goddelijke tegenwoordigheid in u. Door deze tegenwoordigheid alle macht te verlenen om de zaken te doen die voor u noodzakelijk zijn en die u wenst, zullen deze volbracht worden met een veel grotere snelheid en zekerheid dan eender welk stoffelijk genezend middel zou kunnen doen. Sommigen zullen dit idee met enorme vasthoudendheid aangrijpen, terwijl het voor anderen meer inspanning vergt. Maar het is zeker de moeite waard een inspanning te doen om dit te verwezenlijken. Herinner u dat de ik ben tegenwoordigheid zonder enige beperking alles van het verleden, het heden en de toekomst voor altijd weet, indien de student aan deze grote tegenwoordigheid wenst te denken. Denk dan zeer diep na en weet dat zij alle liefde, wijsheid en macht is. Wanneer de student dan zijn aandacht richt op iets om het te verwezenlijken, dan weet hij dat deze tegenwoordigheid de open deur is. De almachtige verwezenlijking en dat zij niet kan falen. Aanroep de wet van vergeving en richt de energie van het meestelijke zelf om het verkeerde te verbeteren en aan te passen. Zo bekomt u als gevolg hiervan bevrijding. U ziet, mijn lieve mensen, dat er zoveel onnodige macht gegeven is aan de uiterlijke werking van zaken, waar de ik ben tegenwoordigheid zich absoluut niet om bekommert. Nee, dat is er gewoon. Die maakt zich allemaal nergens druk, die is gewoon altijd in de perfectie. En de mensen eromheen, die maken er maar van alles van. De ik ben tegenwoordigheid is op geen enkel ogenblik betrokken bij de fouten van de persoonlijkheid, indien iemand zou begrijpen dat hij zich kan afwenden van al deze disharmonische handelingen. En indien hij de meestelijke ik ben tegenwoordigheid in zichzelf alle gezag en macht zou schenken om de verkeerde situatie op te lossen en te doen verdwijnen. Kon hij nooit op geen enkele manier de gevolgen ondervinden van zijn verkeerde daden. Als je het niet weet, niet bewust bent, dan weet je dus niet waarom je de gevolgen allemaal hebt, hè? Wanneer een persoon zichzelf toestaat iemand van zijn medestudenten te blijven bekritiseren, beoordelen en veroordelen, dan doet hij die persoon niet alleen onrecht aan, maar dan laat hij ook onbewust het element dat hij als verkeerd beschouwt bij die andere persoon binnenkomen in zijn eigen leven. Ja, dan is dat, hè, die je dan als gek verklaren of weet ik zo wat. Het juiste begrip hiervan zal het iemand gemakkelijk maken om voorgoed zulke onwenselijke praktijken te stoppen. Zeker wanneer hij weet dat het voor zijn eigen bescherming is. Laten we het op een andere manier bekijken. Wanneer iemand de bewuste aandacht vastberaden op iets richt, dan wordt deze eigenschap de drijfkracht in het leven van deze persoon. Wat iemand met diep gevoel ervaart bij een andere persoon, trekt hij onmiddellijk aan in zijn eigen leven. Dit is het onbetwistbare bewijs dat het enige wenselijke gevoel dat iemand mag uitzenden, de tegenwoordigheid van goddelijke liefde is. En hiermee bedoel ik zuivere, onzelfzuchtige liefde. Studenten vragen zich dikwijls af waarom ze, naargelang ze gevoeliger worden, aan zoveel omstandigheden en ervaringen het hoofd moeten bieden. Dat is wel echt zo, dat vroeg ik me dus net ook nog af. Je denkt van, man. Je wordt er steeds gevoeliger voor. Het is omdat ze een verschijnsel zien waarvan ze geleerd hebben dat het niet reëel is. Door toe te laten dat hun aandacht erop gefixeerd raakt, nodigen ze dit niet alleen uit, maar dwingen ze het zelfs in hun eigen leefwereld te komen. Ja. Vervolgens voeren ze strijd om het uit te zuiveren. Ja. Dit kan vermeden worden door onmiddellijk de aandacht ervan weg te leiden en te weten: ik ben, ik weet, ik ben. Ik ben, ik ben, ik weet. Dat ik hiervan voor altijd bevrijd ben. Eender wat het ook is. Precies. Dat is het precies. Wil ik eventjes op inhaken, want als er inderdaad een omstandigheid in de wereld zich bevindt of zo, weet je, en jij zit bijvoorbeeld thuis en je zit het via je Facebook of zo te bekijken, of via internet, of weet ik veel waar je het bekijkt, of je hoort het van iemand, dan kan het soms zijn dat het lijkt alsof het in je eigen wereld afspeelt. Ja? Terwijl het speelt niet in jouw wereld af. Je bekommert je om de zaken van anderen en van andere dingen en weet ik het allemaal. Ja, dat je het op den duur, kan je het gewoon niet meer uitstaan. Weet je, wat is dit voor wereld? Maar het is heel belangrijk dat je het dus niet op je eigen leven betrekt. Ja, en dat jij in je harmonie blijft. Het is zeker goed om andere mensen daarover in te lichten. Maar het moet niet in jouw wereld. Je moet niet denken dat het in jouw wereld gaat plaatsvinden. Dus daarom staat hier ook: ik ben, ik ben, ik weet dat ik hier voor altijd bevrijd ben. Eender wat het ook is. Ja, dit is niet voor jou. Dit is voor degene die nog niet weet. Ja, en als diegene begint te weten, is het ook niet meer voor hen. Voor hem of haar. Ja, dus ik ben, ik weet, ik weet. Ik weet dat ik hiervan voor altijd bevrijd ben, eender wat het ook is. Een hele goeie. Hè? Betrek het niet op je eigen leven, want je staat er buiten. Dit is niet meer voor jou, dit is voor de hypnose. Dit is alles. Dit alles is uiteraard het gevolg van een gebrek aan zelfbeheersing. Of de onwil om deze zelfbeheersing te gebruiken om het ego te beheersen. Er doen zich twee verschillende situaties voor bij de studenten. De ene student is bereidwillig genoeg om de inspanning te leveren, maar hij laat onbewust toe dat zijn aandacht gericht wordt op onwenselijke zaken. De andere student is koppig en wil niet de nodige inspanning doen om te overwinnen. Nou, precies. Dat is echt zo. Ja, nou, dat heb ik. Ik ben een beetje die eerste. Ik heb dat ook af en toe. Ik ben er al heel goed op weg hoor. Maar je hebt soms gewoon, de ene student is bereidwillig genoeg om de inspanning te leveren, maar hij laat onbewust toe dat zijn aandacht gericht wordt op onwenselijke zaken. Ja, ik laat me nog wel eens, hoe zeg je dat? Misleiden? Nee, niet misleiden, verleiden. Om toch onwenselijke dingen toe te laten in mijn brein. Ja, zal ik het zo zeggen. Dan heb je weer wat gezien op Facebook waar je zwaar woest over wordt. Want ik kijk al geen nieuws meer, maar ik kijk dan nog wel die stomme Facebook. Maar wel, ja, het heeft me ook wel heel veel geleerd en geholpen, dat ook wel. Maar toch haalt het je ook veel uit je harmonie als je jezelf hier dus niet goed tegen wapent. Ja, dat is echt. Je moet echt eens een keer ophouden. Ik ga er nu mee stoppen per direct. Ja, dat ik me niet meer inlaat met verleidingen van achterlijk gedrag of achterlijke dingen die nog steeds in die 3D-wereld is alles achterlijk. Ja, het is allemaal achterlijk, dus je kan je over alles wel gaan druk maken. Nou, en de andere student is koppig en wil niet de onnodige inspanningen doen om te overwinnen. Nou, dat heb ik gelukkig totaal niet, maar er zullen vast mensen zijn die koppig zijn. Waar ik wel eens wat koppigheid in heb van, nou, weet je, ik kan eigenlijk vandaag lekker gaan mediteren of leren met telekinese. Daar ben ik wel mee begonnen nu, want nou is het klaar. Ja, ik wil er niet meer koppig in zijn. Het is ook niet koppig. Het is ook niet dat ik geen... Het is niet dat ik... Maar ik laat me vertragen door het ego. Ja, dat kan ik eigenlijk beter zeggen. Want ik ben niet koppig. Ik wil het heel graag. Maar soms laat je je vertragen. En dan komt er weer wat anders tussen. Of dan ga ik liever een rondje lopen. Of ja, met vrienden afspreken. Of even stappen, gezellig, met weet ik veel, gezellig mensen. Of een film kijken, weet ik veel. En eigenlijk, ja, dan kan je wel zeggen, ja, op dat moment heb je dat misschien nodig. Ja, maar mijn ego heeft dat dan zeker elke dag nodig of zo. Ik heb het helemaal niet nodig. Wat ik nodig heb, is gewoon dat ik kan teleporteren. En dat ik hier weg kan wanneer ik daar zin in heb, weet je wel. En dat heb ik nodig. En het... de dingen leren, de machtige krachten die we in ons hebben, dat heb ik nodig. Maar goed, dus dat is soms die koppigheid. Hè? Of dat je het dan niet doet of laat vertragen. Maar het gaat toch komen, dus ik geef niet toe aan dat ego. Gaat nu weg. Ik wil niet eens meer hem opnoemen, of haar, weet ik veel wat het is. Geen enkele leraar zou ooit bekritiserende gedachten mogen hebben over een student. Indien hij dit wel doet, nodigt hij dezelfde kritiek uit voor zichzelf. Wanneer studenten dit goed begrijpen, zullen ze hiermee ophouden om zichzelf te beschermen. Nou precies, dat vind ik ook echt, die zijn er ook. Dan heb je van die arrogante, die zichzelf leraren noemen. En die bekritiseren dan hun eigen studenten. Weet je, dan kom je daar om te leren. Dat was toch met de Kiona-tijd ook. Kom je ergens bij, weet ik wel, handoplegging. Dat had ik al zo vaak gehoord. Of energetische therapeut. En dan moet je een mondkap op. Of vragen ze of je wel gevaccineerd bent. Nou, ik weet het niet hoor. Dat werkt zo tegen je energie. Of dat ze dan kritiek geven op je probleem die je hebt. Dat je je veroordeeld voelt. Dat is ook echt niet heel fijn hoor. Kijk, je kan wel... Ik zeg positieve kritiek hebben, ja, opbouwende kritiek. Dat je denkt van oké, ik snap het, het is niet helemaal goed, maar wat kan je eraan doen? Wanneer iemand het stilzwijgend bewaart als hij een tegenstrijdigheid ziet bij iemand anders, dan is dit zelfs erger dan te spreken. Nou, inderdaad, een energie is dat wat ze uitstralen, een oordeel die ze dan vellen. Vooral als jij jezelf opent, omdat je om hulp vraagt, of omdat je naar iemand toe gaat die jou misschien die hulp kan bieden. En die oordeelt dan over jou. Of zonder zelfs te spreken. Dat je een bepaalde energie voelt. Je weet het gewoon. Dat diegene denkt van, nou, weet je wel. Het is gewoon arrogantie. Walgelijk. Ja. Dan ben je geen leraar. Dan neem je dat ook persoonlijk in jouw privésfeer. Slaat nergens op. Dus wanneer iemand het stilzwijgend bewaart. Als hij een tegenstrijdigheid ziet bij iemand anders. Dan is dit zelfs erger dan te spreken. Ja. Nou, dat ook. Dus als jij niet zegt wat iemand daaraan kan doen. Ja, of dat je geen hulp biedt of geen tips geeft. Als iemand erom vraagt. Want het is niet dat je opdringt een ander te helpen. Maar als iemand erom vraagt en je helpt diegene dan niet. Dan is het nog erger dan spreken. Ja? Want dit laat toe dat de kracht zich ophoopt. Wanneer tegenstrijdigheden zich opdringen aan uw aandacht. Zeg dan gewoonweg tegen u. Ik ben tegenwoordigheid. Dus zeg dan gewoonweg tegen u. Ik ben tegenwoordigheid. Er is de ik ben tegenwoordigheid in die persoon. En die heeft niets te maken met de menselijke ik ben. Op het ogenblik dat u een onvolmaaktheid ziet. En het speelt geen rol of ze betrekking heeft op een persoon of op een voorwerp. Dan dwingt u deze eigenschap onverbiddelijk zich in uw ervaring te manifesteren. Dit is zo belangrijk dat het niet genoeg benadrukt kan worden. Uw eerste gedachte zou steeds naar uw eigen goddelijke zelf moeten uitgaan. U zou haar steeds moeten aanbidden. Dit geeft u de mogelijkheid en de kracht om u te verheffen tot de hoogte waar u hulp kunt bieden aan duizenden. Terwijl u nu slechts hulp kunt bieden aan enkelen. Precies. Geen enkel dienstbetoon kan een duurzame weldaad zijn. Tenzij de persoon eerst zijn eigen goddelijke zelf, de goddelijke ik ben tegenwoordigheid aanvaardt en aanbidt. Diegenen die het licht willen dienen en dit goed willen doen, zouden dit duidelijk moeten begrijpen. Wanneer studenten zeggen, als ik het geld maar had, dan zou ik zoveel goeds kunnen doen. Dan is dit juist het tegenovergestelde van wat ze zouden moeten doen. Wanneer iemand binnentreedt in de ik ben tegenwoordigheid, zal hij al het geld bezitten dat hij verlangt. En het kan hem niet ontzegd worden. Precies. Dan als je dit beseft, dan bezit je alles. Je bezit alles. Je bent overvloedig. En weet je, de weg hier naartoe heeft geen ego. Kan niet met ego. Je kan dit niet omzetten met een ego. Met arrogantie of jaloezie. Beter willen zijn dan de ander. Want dan zie je het nog steeds niet. Dan begrijp je het nog steeds niet. Neem bij iedereen het standpunt in. Enkel de ik ben tegenwoordigheid handelt in deze persoon. Het is veel beter iets onbesproken te laten dan een ontoereikende verklaring te geven. Nou, ook dat is een goeie. Als je een verklaring geeft waar je niks aan hebt, dan schiet dat niet. Alle ervaringen in het driedimensionale zijn slechts een leerschool. 3D. Zie? Voor diegenen die dit werk aanvatten, is de huidige training werkelijk een laatste scholing of ervaring. Dat is de reden waarom sommigen dit lichtelijke inspannend vinden. Alle opgevaren meesters voelen met grote vreugde de liefde en dankbaarheid die hen toegestuurd wordt en uiteraard beantwoorden zij dit bijna grenzenloos. Ik ben is alles wat er bestaat en is overal zichtbaar en onzichtbaar tegenwoordig. Naargelang de studenten de ik ben tegenwoordigheid blijven gebruiken, zal het bewustzijn dat ieder persoon het meest nodig heeft zich steeds meer openbaren. Sta uzelf niet toe zaken te forceren. Neem enkel de rustige, verzekerde houding aan van de verheffing. Aanvaard ze sereen, snel en liefdevol. En tracht enkel te zijn. Dit vermijdt spanning. Niets is krachtiger dan ooit. Zegening. machtige, alles doordringende, oneindige tegenwoordigheid. Ik ben. Wij schenken u onze dankbaarheid omdat wij u gevonden hebben en omdat wij u kennen. Almachtige Schepper. U maakt uzelf volkomen zichtbaar in alles wat wij nodig hebben. In onze volledige verlichting en onze volkomen meesterschap en heerschappij over al het stoffelijke. Wij danken u dat u de alles doordringende tegenwoordigheid bent en dat u met uw kracht en wijsheid uw volmaaktheid overal laat doordringen. Prachtig weer! Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij redevoering 21. Dit was redevoering 20. Ik hou van jullie heel veel. En nou, dat iedereen dit mag weten. We gaan er allemaal naartoe. We gaan allemaal naar een hoger bewustzijn. We zijn er al diep mee bezig. En we bevrijden onszelf hiermee. Dikke kus. Tot volgende week.